Ja, want, maar Wilma, jij zegt ja, je moet hem eigenlijk niet standaard aanbieden. Nou ja, er was vroeger geen 20 weken echo. Mijn oudste twee kinderen heb ik die niet standaard gehad. Mm-hmm. Op een gegeven moment werd dat standaard. Dus als zwangere vrouw neem je alle kennis over je ongeboren kind tot je. Dus dat neem je gewoon ook voor zoete koek. Als iemand jou zegt, mag ik die 20 weken echo doen? En nu is daar dan deze test. Dus in het begin zal misschien vrouwen daar nog wat kritisch naar zijn. En het is nieuw en spannend. Maar over 10 jaar, 5 jaar misschien wel. Dan dit is gewoon, je krijgt hem aangeboden, dus je gaat het doen. Dus je kunt niet meer onbevangen een kind met Down krijgen. Als dat kind er komt, dan is dat een bewuste keuze en wordt dat dan nog geaccepteerd. Ja. Zoals... Je bent dus eigenlijk bang dat er daardoor uiteindelijk geen kinderen met Down meer worden geboren. Of dat, ja. Die worden, ja, in mijn beleving is Down syndroom een licht verstandelijke beperking. En met deze test kun je structureel dit soort mensen uitselecteren. Ja. Ja, maar jij wist het ook. Zo zal dit gaan. Maar omdat het nog niet standaard is. Ik heb die test gedaan omdat ik vooral risico had. Dan kan je nog steeds bewust voor kiezen om een kind wel geboren te laten worden. Ja, maar je kunt niet meer naïef zijn en zeggen van ja, ik heb dit kindje nou maar gekregen, dus ik ga ervoor zorgen. Het wel. Maar jij zegt, ik wil er graag op voorbereid zijn. Dat zullen meerdere vrouwen toch willen hebben. Ja. Dat is ook heel mooi dat het kan. Als je hem dus dan ook ter keuze geeft. Maar als het standaard wordt, dat je dus altijd die test krijgt, dan kun je niet meer onwetend zijn. Ja, we hebben het in Nederland zo georganiseerd dat je het altijd in twee stappen krijgt aangeboden. Dus de eerste vraag die je krijgt, wilt u informatie hebben over testen? En als je dan zegt van nee, ik wil helemaal niks daarover weten, dan is dat het einde. Dus je krijgt niet zo van nou, u mag een niptest doen. Nee, je krijgt eerst de vraag, wilt u meer weten over prenatale testen? Daar mag je over nadenken. Maar ik snap wel wat Wilma zegt, want natuurlijk als zwangere vrouw denk je, ja, natuurlijk wil je alles weten, want dat had jij ook, Elsemie. Nou ja, dat had ik op zich ook, alleen is het natuurlijk wel, en daarin vinden Wilma en ik elkaar altijd wel heel erg, is het wel opvallend dat de Nederlandse vrouw die zwanger is, in 25% van de gevallen kiest voor die combinatietest. Mm-hmm. Als je dat gaat afzetten tegen de 20 weken echo, dan kiest ineens 75-90% van de zwangere vrouwen voor die test. Het is net zo hard een screening. Er wordt net zo goed gekeken of het kindje gezond heeft of afwijkingen heeft. Maar om de een of andere reden laten we bij die 20 weken echo dat bezwaar in één klap helemaal vallen. Ja. En dat heeft te maken onder andere met hoe die 20 weken echo gebracht wordt. Mm-hmm. In veel gevallen zul je dan toch zien dat verloskundigen zeggen, zullen we die 20 weken echo vast maar inplannen? Dan staat die alvast maar. En wat is je counseling dan? Ik maak het met regelmatig mee dat de counseling bestaat uit een heel kort gesprekje als vrouw al met buik bloot ligt, de gel al op de buik ligt en dan nog even wat informatie wordt gegeven. Ja, want jij bent ook traumatherapeut, je begeleidt mensen ook bij dit soort keuzes. Ja. Dus eigenlijk is de boodschap, de begeleiding moet gewoon beter zijn. Vele malen beter. Wat nog wel zo is, hoe ver ga je met die testen? Hè? Want uiteindelijk kan je straks waarschijnlijk alles testen. Dan weet je ook of misschien of een kind homoseksueel wordt of een hazellip heeft. Kijk even die kant op. Dat weet ik wat voor afwijking. Dat ligt er dus aan, want een niptest haalt een hazellip er natuurlijk niet uit. Dat is een sluitingseffect. Straks krijgen we een test waar het wel kan, zeg maar. Dus ja, hoe ver ga je dan? Ja. Kijk even naar de ethicus in het gezelschap. Ik denk inderdaad dat de echt ingewikkelde vragen, die komen nog op ons af. Nu gaat het nog om drie ernstige aandoeningen. Maar op een gegeven moment kun je natuurlijk veel meer genetische afwijkingen in het kind zien. Autisme kun je zien, ADHD misschien. Ook aandoeningen die je pas later in het leven krijgt. Borstkankergen kun je aan denken bijvoorbeeld. En dan wordt het natuurlijk ingewikkeld. Maar u zegt ernstige aandoening, Down syndroom. Wilma zegt, zo zie ik het niet. Maar dat is natuurlijk het mooie van de huidige situatie. Als mensen zeggen, ik vind het geen ernstige aandoening, dan kunnen ze er gewoon voor kiezen om een kind met Down geboren te laten worden. Maar zo moet het ook blijven. We moeten de keuze van vrouwen, welke keuze ze ook maken, respecteren.